zeg het, ik zeg het, ik zeg het, ik zeg het, ik zeg het met bloemen. Ik praat als een viool en ik klap er als een roos. Ik darm in je roos. Mensen, welkom bij een nieuwe aflevering. En dit is Disney Graf, aflevering 89. En zoals je ziet heb ik nog steeds een blauwe shirt, omdat we lekker aan het opnemen zijn. We zijn lekker aan het bouwen, we zijn enthousiast. We gaan ermee beginnen. Tot na het intro. Ja. Okay, people, let's go to work. In het bos, daar zijn de wilde dieren. Rowie, dit is de spannende grot. Ik heb ervan gehoord en het is niet veilig binnen. Ik heb het 100% gehoord en ik heb het in de krant gelezen van vandaag. Het is dangeraus. Oké, waarom ga je dan niet naar binnen? Omdat het dangeraus is. En ik ga niet in dangeraus in grotten. Oh my god, dat is dangeraus. Dangeraus. Dan mag je niet komen. Dangeraus. Dan mag je nooit... Kijk hoe mooi, Rowie, met die tekstwerk. Oh, het is zo mooi van binnen. Kijk die belichting. Schitterend. Ja, zo niet, maar zo is die mooi. Ik doe de shaders pack zo weer uit, want ik wou even laten zien hoe het in shaders eruit zag, dit gebiedje. Deze... Ja, kijk, oh ja, wat ik nog vorige keer laten zien, zie je het? Het ziet er fantastisch uit, het gebied. Ik ben er gewoon trots op. Gewoon ziet er gewoon mooi uit. Zo schön. En Disneycraft zien we nooit de shaders pack. Shaders mods. En we zijn hier een grotje maken, want het was een hele kale muur was het. En het leek me leuk om juist die muur een beetje te bekladden met een grot. En die grot hier binnen... Is ook een gebied. Ik ga gelijk de shaders mod weer uitdoen, want dan kunnen wij weer lekker snelheid bouwen. Ik zie gelijk het verschil, vooral met lichtinval. Beetje bedekken zo. Zo. Mag best wel een grote grot worden zo. En die mag ook wel een beetje doorgaan. Even kijken, is dit het plafond? Nee, er komt nog een plafond onder. Dat is dan zeg maar... Het blauw is zeg maar de... Cyan is zeg maar de grond voor het water. En het bruin is het plafond. Ja, dus er is eens over nagedacht, hè? Dat, ja, ja, ja. Dat daar een misverstand over verstaan natuurlijk, hè? Tuurlijk. En Sam is voor mij nog steeds bezig met een mooie boerderij. Nou, die is lekker zoet. Op de farm. Zeg, ik maak even een mooi plafondje. Wat is hier zo? Kan ik hier naar boven? Nee, dat is niks. Ja, Sam. Hallo, Sam. Hallo. Kijk. Had jij al anders al gezien, Sam? Ja. Oh, kijk, hoe vond je het eruit zien? Vond je het leuk? Want ik vind het wel mooi. Wel mooi, oh kijk. Nou, gelukkig. Sam ermee eens is, laten we het allemaal staan. Dan zou ik het allemaal weg moeten wild editen natuurlijk. Zonde van het werk geweest. Gelukkig nee. Dat Sam positief is. Nee. Kijk, ik maak hier even het plafond af zo. Wat een werk, jongens. Zo. Kan het ook met world edit? Ja, maar dit zijn vervelende hoekjes. Oh, ja, ja, ja. Dus ja, zeg maar, ja, ja. Doe ik het liever even met de hand zo. En ik ben toch bijna klaar, want het meeste heb ik al gewild edit inderdaad. Maar even die kleine paar dingetjes, die koesjes. Zo, nou, het is al klaar. Zoveel werk was het niet. Uh-huh. Kijk, het is natuurlijk vervelend als je naar buiten kan kijken. Maar het maakt het wel extra lichter. Dus dat is wel gaaf. Even kijken hoor, hoe doen we dit? Ik denk dat we hier een bocht in moeten laten gaan misschien. Dat wat een grotere grot lijkt, denk je niet? Dat kan. Kijk, als we hem nou zo laten gaan zo. Zwart op aan de achterkant? Ja, nee, laat hem zo. Ja, één blokje zo. En dan even kijken hoor. Misschien voor achter de schermen eventueel nog. En dan laat je hem hier uitkomen zo. Maak hier een opening zo. Of misschien gaan we wel door de grot heen. Ja joh. Why not? Ja toch? Doe eens gek. Zo, huppakee. Zo, YOLO bouwen. Niet te YOLO. Gek, hè? Nee, niet te gek. Een beetje YOLO bouwen. YOLO bouwen. Ja, YOLO bouwen, dat is hartstikke goed. YOLO bouwen, dat is hartstikke leuk. Kijk, dan doe je hem hier zo, ga je de grot in. En dan kom je er ergens weer uit. Even kijken, kom je hier weer uit zo. Heel kort, klein stukje en zo. Het hoeft niet zo uitbundig. Dus niet echt al te YOLO. Jij zei niet te YOLO-achtig, niet te gek. Zo. Staat mijn night shift aan even kijken of mijn brightness aanstaat, want het is ja, bright, oké. Okay. Je hebt toch zo'n night shift potion? Anders moet je een potion, ja. Ik ga hem even op mezelf kliederen. Wacht even. Hoppakee, dan zien we wat meer, jongens. Anders wordt het zo'n donkere video en dan val je dadelijk in slaap. Dat moet je niet hebben. Hè? Toch? Kijk, ja, nee, ja.
zo. En dan maken we dit aan elkaar. En in die grot kunnen we nog altijd leuke dingetjes plaatsen. Misschien een poppetje of zo. Of een NPC. Hè? Dat is gewoon de variatie die je kan doen. En dan kan je die grot kan je hier inderdaad door laten gaan. Zo. Die zou je dus aan kunnen sluiten met... Je zou ook een heel grote grot kunnen maken. Maar dat ziet er niet uit. Want je moet hem hier laten aansluiten. Dan zou ik hem zoiets doen. Zo. Je moet altijd een beetje grof bouwen in het begin. Hè? Dat is dan echt een tip, jongens. Als je een attractie maakt. Gewoon, het is natuurlijk eigen fantasie dit. Dat is makkelijk. We hoeven niks na te bouwen van niks. Van Disney niks. We hoeven niet rekening te houden. We moeten wel rekening houden met wat voor thema en wat voor sprookje. Nou, Atlantica is een Disney sprookje. Dus vandaar de keuze op dit. En ja, Atlantica. Ja, gewoon wat foto's googelen. En toen zag ik die hele mooie waterval die je buiten ziet staan. Die zag ik staan. Op een foto. En ik dacht, oké, ik ga dat eens proberen. Want dat staat nog niet in het park. Dus dat leek me ontzettend leuk om een keer te maken. Ik hou sowieso van natuuromgevingen om die te maken. Want ik vind het prachtig dat we ook Duckstad hebben. Dat je ook natuurparken kan maken en zo. Want ik zit er gewoon over na te denken. Omdat we een keer... We zijn een keer in een Disneypark geweest. MC Magic. Dat is natuurlijk een bekend park. En daar hebben ze een natuurpark gebouwd. Waar wij in de attractie zaten van safari en... Ja, ik ben natuurlijk al helemaal gek van het gebied van de Lion King. Simba is een van mijn favoriete attracties. Misschien dat wij nog een prachtig natuurpark gaan maken. En ik zie dat zeker wel zitten. Ik weet niet hoe de anderen erover denken, maar... Uh-huh. Ja, dat is zeker hartstikke leuk als we dat gaan doen. Ik denk dat je er alleen geen half uur lange safari in moet... Nee, we zaten in een attractie van echt een half uur inderdaad. Het duurde echt een half uur, die attractie. Allemaal hartstikke leuk. En het kost veel te veel tijd ten eerste en het is ook... Ja, ik zou er niet een tweede keer in willen. Maar ja, het voordeel daarvan is dat ze wel een hele leuke... dat ze wel verschillende parken hebben in één. En dat is wel gaaf. En misschien als Disneycraft klaar is. Maar dat is wel echt hele verre plannen. Dat we nog een Disneycraft map erbij doen. Wat? YOLO! Gewoon heel natuurpark. Nee, dat is... We doen het allemaal in één map. Dat lijkt me denk ik het overzichtelijkst. Echt, hè? Ja, zeker weten. 100%. Voor anderen ook overzichtelijk. En niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen die komen bezoeken. Van ja, wat hebben jullie? Die hebben 20.000 servers. Dat is niet slim. Ja, sorry. We willen nou eenmaal veel. Nee. 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 Doen we niet, hè? Wat een werk. Wat zeg je? Wat een werk. Het is even werken, ja. Kijk hoor. Ik denk dat we dit wel kunnen wild editen. Zo, als je helemaal recht hebt staat zo. Zo. Ah, fantastisch. Darkrai's zijn altijd, altijd positief. En ik vind het altijd prachtig. Oh, cobblestone. Ik heb monster egg gebruikt. Wat? Oh shit. Wat betekent dat? Als je hem losmaakt. Oh, het komt er niet uit gelukkig. Oh. Oh my god. Wat is er? Doe dat. Nee, ik doe dan gewoon selecteren. En dan zeg ik van replace. Kijk, dat is wel het voordeel. 97. W.1. Kijk, dan selecteer ik gewoon een heel groot oppervlakte. Hier. 96. Kijk, en dan selecteer ik hier. En dan zeg ik replace 97W.1 met cobblestone. En dan gaat hij dus 737 blokjes vervangen. Wow. Nee. Nou, mooi. Dan hebben we dat. Dan ga ik gelijk die eruit droppen. Oh, tegelijk me. Portion is uitgewerkt. Zo, cobblestone. Yeah. Oh, leuk Roy dit. Uitkijken dat we niet te veel afsluiten. Want dan moeten we hier heel veel thematisatie doen. Omdat je helemaal naar achter kan natuurlijk. Dit kan je ook nog gebruiken Roy. Voor iets langwerpers ofzo Roy. Kijk, dit kan je nog gebruiken. Kijk, die hele lange grot hier zo. Hier kunnen we nog ook wat gaafs in plaatsen. Een krokodil ofzo of iets. Ja toch? Ja. Dan lijkt het een wat grotere attractie, zeg maar, als we dit met cobblestone gaan doen. En je gaat het bekladden met wat... Kijk. Kijk, dan kan je hier zo de mensen laten kijken door die grot heen hier. Naar achter. Dan kunnen ze wat herbeleven hier. Zie je het? Ja.
Dat is veel leuker. En als we het gelijk allemaal afsluiten, lijkt het allemaal zo op elkaar gebouwd, weet je wel. Van, oh shit. Ze hadden vast geen plek meer daar, terwijl de attractie super groot is. Sam, weet jij hoe je een leuke, vette Atlantica krokodil maakt hier? Van misschien 2 blokjes breed. Ik kan je wel even helpen. Ik kan je dit geven. 2 blokjes breed. Ik kan je deze 2 dingen geven. Kan je deze oppakken? Die ik... Ja. Die... ja, alsjeblieft. Veel plezier. Kan je misschien wel meedoen. Hallo. Hallo. Zo, ja, we zitten niet in een opnamekanaal, vandaar dat... Oh, Roy, ben jij ook die cobblestone ding aan het plaatsen? Je hebt voor mij ook die... ja, maar je hebt ook die Monster X in je hand voor mij, want ik kan hem weer replacen. Ik heb hem weer 162 replaced. Oh, hoe kan dat dan? Ik heb even... gewoon... Oh ja! Huh? Goedemorgen! Oh, dan heb ik gewoon die pak van jou, zeg maar. Oké, maakt niet uit. Ik replace ze wel weer een keer. Oh, daar in het water, hè, Sam? Of ga je wat testen daar? Oh, ja, eerst even hier. Eerst even grof schets. Grof schets. Wel weer jouw schuld. Nou, dan was het niet mijn schuld. Wel. Nee. Jij doet stout met die kobbelblok. Ik heb hem gepakt. Zo, ik heb twee... Oh, ik heb maar 2 blokjes hoeven replacen. Ik ga hem even daar nog selecteren. Dan hebben we een grote oppervlakte zo. 22 blokjes heb ik replaced. Nou. Laat iemand weg. Doei. Zo. Grote drop hier ook. Fantastisch. Super. Ik kom even naar Roy weer. TP. Celebration time, come on. Oké, en hier kunnen we natuurlijk ook wat gaas maken hier binnenin. Dat weet ik nog niet wat. Maar we hebben wel een ontzettend groot... je kan dit ook laten doorstromen natuurlijk, dit waterriviertje zo. Zo. Give Davy stel 43.9. Dan krijgen we natuurlijk de mooie kleurtjes, de mooie sandstone, double slab sandstone. Zo. Die moet geel en wit worden, zo. Oh, goede kant op mij. Zo, dan gaan we dit er vol maken, zo. Kan dit ook wel zo. Zo, doen we dat! Oh. Hoppakee, lekker bouwen aan de Atlantis. Hallo, Blobelet. Welkom in de video. Je bent live. Wat wil je zeggen tegen de kraan? Ben ik live? Ja, je bent live. Op zijn Belgisch live. Ja, wat kan ik zeggen? We zijn heerlijk bij de Atlantica. Atlantica. Oh, yeah. Dat is een mooi gebiedje. Het is een prachtig gebied. Ik ben helemaal verliefd op. Ja, zeker. Oh, ik had weer die cobblestone verkeerde bij me. Echt? Zie je? Ja, ja. Maar je moet ze niet pakken ook weer van mij. Nee. We zaten een grot te maken binnenin. Oh, ik ben weer donker. Heb jij nog een nightshifter, Roy? Ja, wacht even. Ja, je moet hem trouwen. Zo'n splash, weet je wel? Zo'n splash. Oh, moet ik een splash? Ja, hallo. Ik heb hem wel, laat maar. Ik dacht je altijd bij de hand. Kijk, deze moet je hebben! Hier, la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 . Piep, 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 piep. Kus. Zo. Het ziet er heel saai uit nog, die grot. Maar dat wordt nog allemaal... Met ferns kunnen we die ook weer gaan doen, hè? Met ferns en met gras. Dan pak ik gewoon alvast mijn potsel. En dan doe ik dat vast. Dan pak ik vast de fern. Even kijken, de fern. En de long grass. Even kijken, gewoon grass. Zo. En dan kan ik gewoon tussendoor, als ik een gaatje vind. Zo hier zo bijvoorbeeld. Plaats ik gewoon even een ferntje. Kijk, gaaf. Dan is het leuk om stonen tussendoor te doen.
Ja. Maar moet je replacen? Wat is de code, Roy? Slash replace? Nee. Code voor de Messi Mossy cobblestone. Oh, Mossy? Ja, die wou je toch, of niet? Nee, de stone. Stone er tussendoor, ja? Ja. En Mossy? Geen Mossy. Waarom niet? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Die lijkt me het leukst. Nou, doe maar. Dat is 48. Oh. Ik heb er een paar, zie je? Niet veel, maar gewoon een paar maar erin gedaan. Ja. Klein beetje. Ja. Ja, toch? Beter, hè? Ja, ja. Hij dacht al. Hey, onze Belg. Hallo. We hebben een hele leuke ding gemaakt. In mooi grotje. Video's. Ja, leuk grotje, hè? Dus voor het Atlantis thema. Jij bent natuurlijk ook flink bezig met het Atlantis thema. Misschien is het leuk om in zo'n grot ook misschien een verpauperd huis te maken of zo. Op het huis. Of okay. hier zo zeg maar. Dit is de omgeving van Atlantis. Echt wel groot hebben we. Heel groot gebied. Kijk, hier kan je nog allemaal bouwen en zo. Dus echt, we hebben echt heel veel plek om dingen neer te zetten hier. Maar ik weet even nu niks. Het is zo groot. Dus daarom dacht ik, we doen dit opvullen met een grotje eerst. En dan zien we het later wel. Het is wel sowieso een keihard geteamde attractie, hoor. Kijk hoe kort je in die grot binnenkomt. Kijk hoe groot die grot is. Helemaal naar achter lopen. Gaaf. Let niet op Tom, die zit heerlijk even te relaxen. Oh, leuk die krokodil. Zal ik even fix water doen? Oh, die is gaaf, joh. Kijk dan, Roy. Dat bedoelde ik met... Ja, ik zag hem net. Dat je helemaal naar achter kan kijken. Dat is fantastisch. Prachtig. Ja, dat is echt fantastisch. Altijd doen, dat is echt gaaf. Zo een beetje dichtmaken hier zo. Dat mensen niet lelijk naar achter kunnen kijken zo. 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 Ja, dit ziet er goed uit, jongens. I like. Very much. Zie je daar met simpele dingetjes wat kan doen? Leuk die oogjes, hè? Misschien kunnen we een paar van meer van die krokodilletjes erin doen. Misschien hier eentje. Zo. Ik weet nou hoe je ze hebt gemaakt. Even kijken. Nou, dan weet ik het nog niet. Maar, oh ja, dat... Hoe dan? Hoe breed is die zoiets? Ik weet even kijken. Oh, je hebt hem zo boven water. Oké, dan heb ik hem nu verkeerd lopen maken. Dus dan zo. Oh, wat leuk, joh. Kijkt een beetje zijwaarts. Leuk, hè? Schattig. Ik vind hem ook wel leuk, joh. Krokodilletje in het water, joh. Had dat niet... Te loeren. Ja, het is te loeren. Sowieso. Een paar liggen te loeren hier. Loeven. Lekker loeren. Oh, het is ook leuk, ja. Dat je dat een beetje minder... Ja, dat je dat zo hebt gedaan. Dat is gaaf, joh. Dat je dat een beetje lager hebt gedaan bij de grond. Alleen het plafond moeten we even nog wat aan doen. Zo saai nog. Misschien met... Ik denk dat we dit geheel met cobblestone kunnen bevlakken, hoor. En dan met slabs tussendoor. Ik denk als we dit helemaal dichtmaken zo. Hier, we zeggen set cobblestone met air. Dan maakt het goed. Kijk. Hey, hoe vind je dit? Oh, en onze Tom zit vast. Oh, zo. Hoe vind je dit dan? Oh, Tom. Ja, Tom zat vast. Zal ik even nog een cobblestone laagje doen? Of met stone? Dat vind ik ook wel aardig, denk ik. En wat is slab? Weet iemand de cobblestone slab code? Kan iemand kijken? Dan ga ik het ID gelijk erin doen. Even kijken. Groffel. 44 dubbele punt 3. Tada! Heeft het gewerkt? Oh nee, ze zijn allemaal gezakt naar beneden. Shit, nou ja. Zijn ergere dingen. Oh. Dan moeten we ze even handmatig een paar plaatsen. Dat is jammer. Dan heeft het een beetje laag verschil, hè?
Hè? Kijk, dit ziet er al veel leuker uit. Dit. In één klikje. Het ziet er fantastisch uit. Zo. Hè, vind je niet? Kijk eens. Oh, met die stone dingen. Misschien kunnen ook van die... Je hebt van die stone pilaren met dat mossie erop. Dat kun je misschien ook weer laten terugkomen. Dat het wel een beetje een groene grot is, weet je? Zo. En ook twee misschien zo. Gaaf, man. Kom even weer een beetje terug op dat mossie cobblestone. En ik ga nog een beetje meer gras plaatsen. En misschien kan je paddenstoeltjes plaatsen nog hier in de grot. Van die bruine weer. Ja. Kijk of die er staan hoor. Van die bruine paddenstoeltjes. Mushrooms heten die. Kijk hoor. Ja, die kan je op die stone neerzetten. Alleen op stone kunnen die. Zo. Helaas niet op cobblestone. Jawel hoor, wel. Cobblestone hoor. Ja. Oh ja, oh, kijk nou wat. Oh, grappig joh. Mensen hadden helemaal in de video, je kan het doen, vind het, klik! Oh, die cobwebs zijn leuk. Oh, wat gaaf. Wauw. Hier een beetje in de achterhoek, zo. Oh, gaaf man. Ik vind het zo gaaf dat je hier langskomt en dan zie je die kikker. En dan kijk je helemaal naar of die kikker. God. Kikker? Maar kijk hoe diep die grot naar achter loopt. Ik ben helemaal zot van lange attractie met een hele diepe gang, zeg maar. Dat je heel veel kan kijken, ver weg en naar achter kan kijken. Dat vind ik fantastisch. Het kost meer tijd om te decoreren, dat klopt. Maar dat maakt het gewoon, ja, dat maakt het gewoon fantastisch. Dat vind ik heerlijk. Dan mis je heel veel attracties hoor. Ik bedoel gewoon in het echte leven de attracties. Hè? Gewoon Efteling en zo. Je kan heel weinig naar achter kijken, vind ik. Het is allemaal zo op elkaar dicht vooruit gebouwd, weet je wel. Je hebt geen overview en dat is gewoon puur omdat er geen ruimte is in zo'n park. Als je zo'n dark ride maakt. Maar ik vind het fantastisch. Ik had het één keer bij een attractie gezien. Kon je helemaal naar achter kijken. Het was absurd hoe ver je kon kijken. Ja, ik dacht dat dat Disney was bij Pirates of the Caribbean, maar ik weet niet zeker. Ik dacht het wel hoor. Dan kon je helemaal naar achter kijken in. Dan zag je piratenboten, joh. En wauw, nou, het zag er fantastisch uit. Volgens mij was het Disneyland, ja. Ik weet niet echt helemaal zeker. Maar dat was zo fantastisch, joh. Mm-hmm. Ja, dat was echt fantastisch. Geweldig. Dan heb je het ook ergens over, hè? Ja, tuurlijk, maar dan zie je dat de park is gewoon. Heeft gewoon. Die dingen heeft hij wel gewoon bij zich. Fantastisch. Sam, hoe kunnen we het hier een beetje opfrissen met hier zo, dit stukje? Ook van die tuin maken? Dat is misschien ook wel leuk, hè? Ja. Kan. Het kan, we doen het gewoon. Koffiekastje. Niet te hoog, want anders zie je die grot dadelijk niet meer. Dat is wel de bedoeling, dat je die grot nog ziet. Zoiets denk ik. Niet te groot, niet te klein. Gewoon een klein hoekje. Een hoekje. En dan pak ik mijn ho. Oh, daar was jij toch zo goed in, Sam. In dat met die ho fietelen. Mhm. Ja. Pak je dan ook automatisch de diamond? Diamond ho? Ja, ik pak wel de diamond. Ja, hè? Terwijl die andere ook gewoon even goed is. Want die is in de creative. Ik had hem al. Ik denk dat je de boom weer overheen moet gooien in plaats van ho's. Zo. Nou, fantastisch. Leuk dat jullie het te hulp hebben geschoten nog aan het einde van de video zo spontaan. Dat is hartstikke leuk. Ik zou zeggen, mensen, vond je een leuke video, geef vooral weer een groen duimpje. En dan zie ik je de volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van de Disneycraft serie die jullie volgen op mijn kanaal. En zeker weten ook kijken op de andere kanalen van andere crewleden. Zoals Irma heeft een kanaal, maar doet niet zoveel met Disneycraft. Erik doet met Disneycraft. Gio doet met Disneycraft ook niet zoveel nog. Roy doet heel veel Disneycraft. Video's ook nog wel eens af en toe. Ja, en ik weet niet, Blubbla, heb jij een kanaal? Een YouTube kanaal? Dennis? Ja. Nee. Doei. Doei.